Arnhemse taxichauffeurs ergeren zich over het gedrag van collega's. Woekerprijzen, korte ritten weigeren, drugsdealen in de taxi en agressie worden genoemd als de belangrijkste ergernissen. RTV Arnhem sprak met taxichauffeur en initiatiefnemer van de taxiacties Fahim Rasouli, wethouder Roeland van der Zee en fractievoorzitter van de SP Gerry Elfrink. Wat zijn de ideeën bij de acties? Publieksvriendelijk gaan die zijn, heb ik gelezen. Klopt, dat zijn publieksvriendelijk naar gemeente met z'n allen. Diegenen die mee willen doen zijn ongeveer 40, zeg maar. Of we gaan niet meer rijden, staan wij gewoon stil. Stel voor dat die niet helpt, dan gaan wij gewoon de volgende stap nemen. En dan wordt een klein beetje publiek onvriendelijk. Dan gaan wij de busbaan blokkeren, zodat er geen verkeer meer door kan, zeg maar. Vroeger als je een taxi nam, wist je, krijg ik een goede auto, krijg ik een goede chauffeur. Word ik netjes gebracht, zonder omwegen, naar de plek waar ik moet zijn. En betaal ik gewoon een normaal bedrag. Ja, die tijden zijn voorbij. En dat komt omdat de taxis zijn geliberaliseerd. En dan krijg je dus wildwesttaferelen. Dat hebben we in Arnhem al jaren, die problemen. Dat mensen woekerprijzen moeten betalen voor ritten. Dat goedwillende chauffeurs door kwaadwillende chauffeurs worden afgesneden. Dat er zelfs drugs gedeeld wordt vanuit taxis. Allemaal signalen. Dus klanten worden opgelicht, zijn de dupe. Zijn er nog meer dingen die er misgaan? Bijvoorbeeld als je hier naar boven kijkt, zeg maar, wijst taxis naar de Soosbeekzijde. Maar daar staat geen taxis en dat is geen officiële taxistandplaats. Mensen kunnen dat echt niet zien van waar taxis. En wat is het wat jullie nu willen? Wat zou de gemeente moeten doen? Ja, de gemeente moet meer handhaven. Stel voor dat iemand in de fout gaat. Ene keer krijgt hij waarschuwing, volgende keer een boete. En dan derde keer een schorsing van bepaalde tijd. Stel voor dat hij na de schorsing gaat hij nog meer fout doen, dan mag hij helemaal oprotten en is niet meer welkom in de taximarkt in Arnhem. Zeg maar. Zo willen wij het graag opgelost hebben. Zeg maar. De problemen zijn bekend. We zijn in goed gesprek met de taxibranche hier in Arnhem. En we zijn ook aan het werken samen met hen aan een oplossing hiervoor. We zien ook dat die problemen zich echt als excessen voordoen als er grote evenementen zijn. Wat we gaan doen is een verordening opstellen op basis waarvan gehandhaafd kan worden. Die handhaving zal gebeuren door BOA's. Dus dat zijn de gemeenteambtenaren die de bevoegdheid hebben om op te treden. Wat voor concrete toezeggingen kunt u doen en op wat voor termijn? De concrete toezegging is dat we in samenspraak met de taxibranche op zo kort mogelijke termijn komen tot een verordening. Die verordening moet vastgesteld worden door de gemeenteraad. Zodra die is vastgesteld, kunnen we ook daadwerkelijk gaan optreden en gaan handhaven tegen de zaken die echt ongewenst zijn in de taxiwereld in Arnhem. Mijn vragen aan het college zijn, waar blijft nou die regulering, die verordening? Waar blijft nou het ingrijpen en het handhaven? En wanneer gaan we gewoon mensen die hier in Arnhem een taxi nemen, gewoon weer een goede ervaring geven, net als vroeger? Wij hopen tot maandag reactie krijgen van gemeente. Zo niet, dan wij bespreken wat ons volgende stap is, zeg maar, na maandag.